Yo guys, van harte welkom op mijn YouTube-kanaal. Tof dat je kijkt naar een nieuwe episode van Far Cry 6. Zo, lekker champagne. Zoals je ziet... Oh, champagne is al down. Die gaan we even fixen. Zoals je ziet zijn er heel veel enemies en worden we op dit moment achterna gezeten door... niemand minder dan Special Forces van Anton Castillo. Dus ik duik heel snel mijn tank weer in. Want dit helpt niet, zoals je ziet. Fix even snel. Come on. Ja, tank gefixt. Nice. This will work. En ik wil jullie eigenlijk eventjes aan het begin van deze aflevering wat tank gameplay laten zien als Special Forces jou achtervolgen. Links onderin het scherm. Kan je eigenlijk zien hoe erg wanted wij zijn. Dat zie je bij die minimap. Als je in ieder geval zin hebt in de aflevering, vergeet het dan niet om die dikke like achter te laten. Ik rij meteen hierheen, joh. Hoppakee. Het is het eerste eiland, hè, waarop ik gewoon de cash ging oppakken. Alleen deze aflevering 8 start een beetje hysterisch. Wacht. Voor nog hadden volgt. Weg is hij. En ik voel me zo overpowered. Ik dacht, ik moet jullie dit laten zien. Kijk, ik krijg namelijk ook de hele tijd extra loot en zo. En ja, dat is wel echt vet hoor. Je ziet overal ontploffingen. Oh shit, ik word natuurlijk zelf ook nu getarget. Ja, zie je? Dit is wat ik bedoel. Kijk hoe sterk ik ben, gast. Kan dit kapot? Nee, dat is wel een beetje jammer. Kunnen we er zelfs doorheen navigeren, zo. Yep. Er hoort hier volgens mij ook helemaal geen tank te rijden. Even kijken hoor, laten we die in ieder geval uitzetten. Stop eens met tracken, dan hebben we namelijk alleen deze markering aan. Ik ga er wel even snel uit. Zorg ik dat ik mijn repair tool bij de hand heb. Het is net Battlefield op deze manier. Maar als je er in ieder geval zin in hebt, laat die like achter. Vergeet niet te abonneren mocht je nieuw zijn. Zet je belletje aan, zodat je geen enkele aflevering en of upload mist op mijn kanaal. Dit is aflevering 8 van Far Cry 6. En als je mij extra wil supporten, dan kan dat met een Denadan kanaallidmaatschap. Meer info staat in de videobeschrijving. Jij krijgt een badge bij je naam en je support het kanaal enorm. Zo, die is echt flink ontploft. Hier is die cash. Wow. Echt jongen, het is zo sterk. En je krijgt dus bij alles wat je doet, krijg je die ranks erbij.
En dat maakt het vooral heel erg sterk. Want normaal gesproken kan je niet zo heel gemakkelijk voertuigen slopen. Tenminste, ik heb niet altijd een RPG bij me natuurlijk. Oh, 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 oh. Je ziet, komen ze weer. Wanted. Misschien komt er ook iets van een vliegtuig bij. Ik heb namelijk net voordat ik de opname aanzet een vliegtuig ook uit de lucht geschoten. Dat was ook wel heel cool. Even kijken, waar kunnen we nog verder heen? We kunnen hier een soort beest verslaan, hè? Ja, laten we dat ook gaan doen. Maar dan moet ik wel een heel andere route nemen. Oei, oei, oei. Maar ik heb er 2 trofeeën voor gekregen. Ik weet niet precies wat voor soort trofeeën. Maar dat was in ieder geval tijdens deze tank gameplay. Maar ja, nu zal je al dat zien. Nu is het al gedaan. Ik maakte in ieder geval een headshot met een tank. En ik had volgens mij een x aantal generals gesloopt. Is dit nou echt een tunnel? Ja. Het is echt heel OP op deze manier. Heel OP. Volgens mij kun je letterlijk door heel die game heen zo. Wat is de route die we nemen? Ja, klopt al. Dit is waar de game begon. Met Guapo. En nou rijden we hier met een tank. Oké. Okay. Run, zijn ze weer. Ik geloof dat Joseph Seed had deze Special Forces ook. Alleen die waren bijna onverslaanbaar. Op een gegeven moment lokte hij ook op die manier de bunker in. Ja, do not kill civilians. Die tank, hoe doe je dat? Die jeep werd tegen mij aan. Ik wil in ieder geval dus aan het begin van deze aflevering eventjes de... Wat is het? Zwijn slopen? Het is een soort jacht op een uniek zwijn. En ja, ik dacht ik laat ook wat tank gameplay zien. Lekker wat ontploffingen. Heel mooi geparkeerd. Ik heb dus zowaar een boog. Ik weet niet waarom, maar ik zat in mijn inventory te kijken en ik zag dat ik die sinds de vorige aflevering had vrijgespeeld. Oh, daar is hij.
Holy shit. Hoe heet die? Mamayito. Hij leeft hier in deze pit. Ik weet niet wat ik moet gebruiken ertegen. Hebben we veel damage gedaan of helemaal niet? Oh, we doen op zich wel damage. Ik moet zeggen dat ik dat stunnen best wel vet vind. Ik wil eigenlijk alleen non-lethal shit gebruiken. Dus de boog en de throwing knife. Het beest is ook echt heel snel, zie ik. Oh nee, ik mis ook, dat beest is zo snel. Oh fuck. Oh, ik blijf missen door zijn snelheid. Fuck, mate. Waar is hij? Ondertussen maakt mijn eigen beest ook wel een jacht. Oh, flinke headshot. Ah! Nee. Oh, ayo. Mist hij ook nog. Oh shit. It was either me or you, Mamuti. Oh fuck. Oh man. Oh shit. Oh, dat ging echt zo net aan goed. Ik gooide nog last minute een throwing knife in zijn gezicht. What the fuck. Dit is hem. Wat een monster. Er zijn er nog meer. Allemaal piggies. Wild hawk meat. Alright, laten we gewoon weer teruggaan naar het main island. We hebben dit namelijk... Oh shit, ik heb mijn wifi aanstaan. Dus de wifi valt het uit. Maar ik heb dit nu afgerond. Dit is het begin eiland. We hebben nu 2 caches opgepakt. Ik heb een stukje tank gameplay laten zien. Ik heb special forces afgeslacht. En nu is het gewoon tijd om verder te gaan in dit gebied. Met helemaal boom daar deze hoofdmissie. En deze sidequest. We moeten onze ride upgraden. Be right back.
Zo, vanuit dit kampie. Onze, hoe heet het? Resolver of Guerrilla Camp, I don't know. Gaan we eventjes naar een helikopterplek toe. Om dan de helipad te gebruiken om richting onze nieuwe objective te gaan. En dat is die ride upgrade. Dus daar. Maar onze main mission staat ook nog aan, dus die gaan we wel even uitzetten. Dat is vervelend. Oh, untrack. En dan gaan we daarheen. We gaan een Yaran story doen. Dat is gewoon een sidequest. Eentje die ik eigenlijk nog niet veel heb gedaan. De Yaran sidequest. Oh, ik kijk er zo overheen. Hier is het gewoon. Het is dus wel een onderdeel van ons kamp. Zie je? Een eigen helikopterstandplaats gemaakt. Alles geïmproviseerd. Call for heli. Daar is hij hoor. Mooi. Even kijken. We hebben deze. Ik heb mijn wapens een beetje geüpgrade. Moet je kijken hoe ze eruit zien, joh. Best wel gaaf hoor, dit. Ik ben heel benieuwd. In ieder geval, we gaan deze gebruiken. Ja, precies. Het werkt gewoon op deze manier. Kan je dan ook gewoon rondkijken? Ik zou ook graag willen rondkijken. Oké, we gaan wel even naar de controls kijken. Free look, L1. Dat zocht ik. Ja, kijk. Dan kun je dus tijdens het vliegen kan je ook nog een beetje rondkijken. Pitch, turn, strafe. Yep. Ja, ik land toch al. Hier, dit is zo'n workshop, een Yaran story. En ja, ik heb sowieso dit nog nooit gedaan, dus ik ben benieuwd. Dit zijn in ieder geval de nieuwe vehicles die ik heb. Ik ben ergens achtergekomen trouwens, dat kan ik misschien wel even testen. Oh, check al die kippies. Nee, als je deze erbij pakt, dan kan je een voertuig scannen. Alleen deze is al van mij, dus er zit een vinkje bij. Maar als je een voertuig scant, komt die dus automatisch in je collectie met voertuigen. Hele goede tip van Denna. Als je dat nog niet wist, ga dat sowieso checken. Want dan hoef je niet, zeg maar, steeds voertuigen te brengen naar je garage of whatever. Hierachter is wat. Ga ook even oppakken. Hier is ook wat. Hey, champagne is echt een vrier, man. Kat springt overal overheen. Hola, is it my birthday? Omdat ik op visite kom. Don't worry, you're in safe hands now, baby. Danny in the flesh, you do not disappoint. I know, you came for the same thing everybody else does. Yami's magic touch. I'd love to get under your hood, but we gotta get that oil flowing first. Some dickhead officer took my car and stored it up at the old racetrack, which those assholes turned into a training ground. I'd love for you to steal it back from me, but you're going to have to get your hands dirty. I got some punch for your ride, an anti-vehicle weapon that'll make your guerrilla heartbeat faster. Good luck, mommy. I know you can do it. Okay. Dit klinkt nice. What's the hold up, tourist? Check the baseball field near Verdera. They always park trucks near there. Okay, gracias. Okay, dus daar moeten we die die mission gaan doen. Is operation nearby, hoor. Dit wapen is zo goed geworden, gast. Oh jeetje, er komt er eentje klaar. Rustig aan. Nou, niet normaal.
ze komen wel met veel achter elkaar, man. Oh fuck, mijn vingers, omdat ik ben aangereden. Ouch. Ik zei het je, die wapens zijn echt ontzettend goed. Zo, en nou vliegen we dus eigenlijk een beetje voor het eerst, nou eigenlijk voor de tweede keer, hè? Over de wereld van Far Cry 6. Met een helikopter. De eerste keer hadden we een vliegtuig, nu met een heli. Ik zie ook allemaal bergroutes daar, zie je dan? Als je helemaal omhoog kan. Ik moet een beetje denken aan die goede oude Far Cry 3 en 4 tijden. Met dat soort bergpaden. Maar als je dus over de wereld heen vliegt, oh, je ziet wel een beetje, zie je, die render distance. Helaas, hoe moet ik er omheen? Oh, ik vlieg recht door iets heen. Shit, een beetje naar rechts dus. Last and only warning. That called Danny. Als je dus snel over die wereld heen vliegt, dan zie je wel af en toe dat hij die texture pop in heeft. Vooral in de verte. Nog één. Jesus Christ, wat zijn er veel. Oké, hier heb ik dus ook weer van geleerd. Je kan niet zomaar over dit heen vliegen. Jongen, jongen, guys. Uit de lucht geschoten. Meteen is het hele weer ook veranderd trouwens. Het is een stuk meer mistig en heilig. Maar op heel veel plekken in de wereld staan dus anti-aircraft, wat is het? Guns? Of anti-aircraft sights. En die knallen je direct uit de lucht. Het is super hinderlijk, want ik kom niet heel makkelijk van A naar B. Attention, whoever you are trespassing in illegal airspace. Turn around now or we will fire upon you. Perfect. Oké, op die minimap links onderin zie je een beetje hoe de route ongeveer is. Zie je die grote rode cirkel? Daar mag ik niet in komen. Dus ik vlieg hier nu tussendoor via deze markering die ik handmatig heb neergezet. En dan hier naar links. Hopelijk komen we er niet nog één tegen, man. Secure the F&D tank. Oké. Oh, never mind. Het is de tank training grounds. Er staat een jeep. Ik dacht even we moeten een tank stelen, maar er staat een jeep. Het is de jeep van Jamie. Ja, dat zei ze inderdaad. Een racetrack is omgetoverd tot een training ground. Danny, you're looking for a GAG DG. Before you ask, it used to be my dad's ride. Real piece of family history. Papa told me I was conceived on the backseat. That's something nobody needs to hear. I'll tell you another story then. Once upon a time, this girl dreamed of being a famous street racer. But girl's dad got sick, so girl worked the family's body shop instead. Then one day, a dreamy guerrilla did the girl a solid, and girl was very grateful. Just looking for my happy ending, Danny. Is dit echt die training grounds? Oh shit, nog een.
het is een hele training facility. Maar ik heb nu ook gewoon een helikopter daarin gezet. Want anders werd ik uit de lucht geknald. Ik weet niet wat ik schiet, maar het is sick. Ik ben de laatste. Yes, we did it! Yami, nothing between me and your car now. They'll be hiding it away in a garage. Keep an eye out. Holy shit. Wat is dit dan? Dat is een flinke jeep. Yami, got your ride and on my way. I knew you had it in you. Oh, and you can keep the car. Really? But you said this was family history. My parents fucked in that thing, Danny. You think I want it back? Besides, you did me a favor and still owe me. See how I did that? Kisses! Alright guys, met deze gloednieuwe auto. Even op de handrem. Dit is hem. Fucking cool toch? Een super sterke eigen vehicle. Ook bepanzerd en zo, zodat we niet zo heel snel kapot gaan. Ja, met die auto kunnen we nu eventjes naar een markering die ik heb neergezet. En die markering die is op, even kijken, 1800 meter, nee. Deze zet ik wel uit. Kijk, mijn markering is hier. Ik wil dus even terugrijden. We gaan een nieuwe hideout, een guerrilla hideout ontdekken. Dit kan ik door wat upgrades in mijn kamp. En door die upgrades in dat kamp, staan er nu overal hideouts op de map. Dus ik wil eigenlijk even weg uit deze training grounds. Als dat kan. Zo, hè. Kut. Eindelijk zijn we weg van die training grounds. En kan ik mezelf verder navigeren. Jesus man, nu pas werkt mijn GPS. Maar, ik bevind me nu dus in een gebied wat best wel hoog boven mijn eigen level is en daarom ga ik heel snel dood. Dus als ik nu word beschoten door enemies, dan ben ik echt in 1 of 2 kogels dood. Dus ik heb laatst een enorme discussie gehad met een persoon die zei dat het belachelijk was dat we Far Cry 6 speelden. Dat de difficulty is veel te makkelijk en de AI is dom. En ik speel op easy mode. Nou ja, ik speel op uitdaging mode, dat ten eerste. En ten tweede, als je je gewoon bevindt beest op de weg. Buiten het gebied dat je eigenlijk wordt aangeraden. Ik ben nu een bepaalde guerrilla rank en meen je dit? Ja, hè?
banden kapot gemaakt. Ja, ik heb mijn banden kapot gemaakt. Wat een kuddingen. Checkpoint. Got to behave. Go get them. Better watch myself. Jesus Christ, waarom viel hij niet gewoon aan? Ik snap niet waarom champagne niet gewoon aanviel, man. What the fuck? Ja, ja, dit moeten we weer slopen. Moet je weer een sleutel hebben? Maar wat ik wilde zeggen, als je je dus gewoon buiten het beginnersgebied bevindt, dan ja, schiet de soldaat hier best wel snel dood. Ik ben de hele tijd zwaar gewond. Dus ik heb eigenlijk geen idee waar die andere guy het over had, maar het zal ook wel. Lekker boos, joh. Lekker boos zijn om alles en nog wat. De hele dag door. Gooit hij hem er nou echt overheen? Oi, oi, oi. Checkpoint captured, maar ik wil nog steeds... Oh ja, die kan ik nu open doen. Naar die ene hideout toe. Beetje vervelend. Wow, ik heb een hele zieke boog opgepakt. Compound bow. Dus ik word al wat sterker inmiddels. Plus al deze gear die je ervan krijgt, hè. Dit soort checkpoints moet je gewoon echt niet overslaan. Hey, over here. Hey, voilà. Danny, a deserter's dropped word of a convoy that travels the roads near Sirena Bay. Says they're just asking for an ambush. Thanks a lot. Waarom zei ze Ebola? Kan ik jou repareren? We doen dan opeens je banden het weer? Ja. Nou, is dat even netjes. Onrealistisch, maar netjes. De checkpoint is van Libertad, dus geen spikes meer op de weg. Nee, ik ben gewoon echt benieuwd, daar eindigen we deze aflevering, wat er op die 1000 meter is. Hoe zo'n hideout eruit ziet, of het een soort van safe house is. Zoals we kennen uit de andere Far Cry games, weet je wel, ik ben gewoon benieuwd. Oh, die kant moeten we op. Ja, dit is dus het gebied waar ik niet overheen kon vliegen. Omdat er dus overal beveiliging is. Dan word ik zo uit de lucht geschoten. Daar is het. Ik moest om heel die berg heen. Want het is ook ergens boven op een berg. Dus ik moet zo meteen ook nog bergpaadjes nemen. En zo was deze aflevering wat korter dan die normaal gesproken is. Wow, een tank. What the fuck. Poeh. Nee, wordt korter dan normaal. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Want ik heb toch nog wel redelijk wat gedaan. Wat is hier? Ik zie hier gewoon een kist. Een wapenkist.
Nee, het is geen wapenkist, het is zo'n kist waar je een charm uit haalt. Of spray cans, ik vind het ook goed. Oh, stap in. Kun je niet zo instappen? Here we go. Bijna rank 5. Nice. Even kijken, het moet hier zijn, toch? Ja, hier naar boven moet ik. Toppie. Wat een route voor zo'n auto. Maar we zijn er! Ja, man. Holy shit. Ja, het is gewoon zo'n klein, schattig guerrilla camper. Kijk dit ding! Kom hier. Wat is dit? Shit. We kunnen niks eten, dus we kunnen ook geen buffs krijgen. Maar we kunnen wel wat spullen oppakken. Hey man. What's up? Tell me what you know. You met Zenya yet? She's one of the best artists in Yara. I feel like you two would get along. You'll see what I mean. Hey, thanks. Een nieuwe Yaran story. What's deze chest? Oh, je haalt daar best wel wat uit, man. We hebben hier nog die bandidos missies. Je hebt ten alle tijde een workbench. En het is inderdaad een safe house. Kunnen we hier nog iets doen voor we de aflevering eindigen? Nee, deze is nog een uur en 22 minuten bezig. Jongens, ik ga jullie bedanken voor het kijken, het liken, de support op de episode. Dit was een van mijn allereerste guerrilla outposts on the go. Met dus die workbench, een NPC, je kan er wat eten en er staat een heel cool helikoptervliegtuig, een geïmproviseerd ding, een soort hovercraft helikopter. Geen idee. In ieder geval, thanks voor het kijken. In de volgende episode gaan we snel verder met het verhaal, sidequests en dergelijke. Thanks voor de support en peace out. Later.